Van harte welkom allemaal. Het is vrijdag 10 april, Goede Vrijdag. En we gaan met elkaar lezen uit Lucas' evangelie over de kruisiging van de Heer Jezus. We staan als het ware bij het kruis, bij Golgotha. En we zien wat daar gebeurt. Ik lees vanaf vers 44 tot en met 49. Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduisterde. De duisternis hield 3 uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden: werkelijk, deze mens was een rechtvaardige. De mensen die voor het schouwspel samengekomen waren en de gebeurtenissen hadden gadegeslagen, keerden terug naar huis, terwijl ze zich op de borst sloegen. Alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die bij hem vanuit Galilea gevolgd waren en alles hadden zien gebeuren. We leven in een moeilijke tijd. Een bizarre tijd, zou je kunnen zeggen. Waarin mensen afstand van elkaar moeten houden. De maatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus. En misschien dat u of dat jij daardoor nog wel extra in problemen bent gekomen. Want je zult maar geen bezoek meer mogen ontvangen, terwijl je al eenzaam bent of je eenzaam voelt. En hoe moet je dan verder? Als ouderen, als jongeren? Misschien zijn er ook wel die vanwege het werk in problemen zijn gekomen door het coronavirus. Of je bent ZZP'er. En als ZZP'er heb je op dit moment geen inkomsten meer. En dan? Hoe moet je nou verder? Hoe moet je verder als je ziek bent geworden? Of als je mensen in je omgeving kent die ziek zijn geworden? En daar zorgen over maakt? Ik hoop dat we samen in de situatie van vandaag en bij alles wat er op ons afkomt en ook wat er op de kerk afkomt, kracht mogen putten en kunnen putten uit dit woord van God, dit evangelie. Want uiteindelijk is dit de blijde boodschap. Voor als het goed gaat, maar ook voor als het niet goed gaat. Als ons leven over bergen gaat, maar ook door dalen. Zoals in de situatie van vandaag, de huidige crisis. En we staan denkbeeldig bij Golgotha. En we zien dat de Heer Jezus gekruisigd wordt met 2 misdadigers. En dan gebeuren er bijzondere tekenen op dat moment. Allereerst de duisternis waar Lucas hierover vertelt. 3 uur wordt het donker in het hele land. Ongeveer van 12 uur midden op de dag tot 3 uur. En het is donker. De duisternis. Het geeft natuurlijk iets aan waarvoor de Heer Jezus gekruisigd moest worden. Hij, de Zoon van God, die de strijd met de duisternis voor ons is aangegaan. En de duisternis en het rijk van de duisternis de genadeklap toebrengt. Jezus die daar hangt om de straf te dragen die wij hadden verdiend. Onze keuze voor dat rijk van de duisternis. En Jezus zegt: ik maak het weer goed. Die toegang tot God de Vader is mogelijk door het offer dat ik voor jou breng. En dat is de reden van het tweede teken. Lucas vertelt erover dat voorhangsel in de tempel. Wat was het geval in de tempel in Jeruzalem? Dat was natuurlijk de belangrijkste ruimte, het heilige der heiligen. Daar stond de ark, de troon van God. Maar niet dat je dat zomaar kon zien. Er was een groot voorhangsel voorgehangen. 1 keer per jaar mocht de hoge priester daar bij wijze van uitzondering naar binnen. Op grote verzoendag. Maar verder niet. En dat voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Met andere woorden, door het offer van Jezus is de toegang tot God de Vader vrij. Voor iedereen die het wil horen. Voor iedereen die daarvan wil profiteren. Voor iedereen
die zegt de Heer Jezus, dankzij u mag ik een kind van God de Vader zijn. Niet dat het leven dan in het hier en nu makkelijk is. Want zo begon ik deze meditatie ook, er kan van alles gebeuren in ons leven. En ook moeilijke dingen waarbij je je afvraagt, hoe moet ik verder? Hoe kan ik verder? En dat we dan mogen zien en ons mogen focussen op deze Jezus, die de toegang tot God de Vader heeft vrijgemaakt. En zegt, in dit alles mag je meer dan overwinnaar zijn. Er is één man, een Romeinse soldaat, Centurio, die bij het kruis staat. En die dat alles zo meemaakt. En dan tot de conclusie komt, deze mens was echt een rechtvaardige. Hoe kijk jij tegen Jezus aan? Wie, ook nu in de crisis, wie is de Heer Jezus voor jou? Laat Hij de Messias zijn, de redder van de wereld, de redder van ons leven. Pas dan heb je toekomst. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat u midden in de nood van vandaag onze redder wil zijn. Dat u het kruis hebt gedragen. Dat u bereid was om te sterven voor ons. En dat er vergeving is dankzij uw offer. Dat we kinderen van de Vader mogen zijn. En zo ook midden in de gebrokenheid van vandaag met hoop de toekomst tegemoet mogen gaan. Want we weten dat u, Heer Jezus, de overwinnaar bent. En we bidden u, zegen ons in ons dagelijkse leven, bij alles wat er op ons afkomt. Heer, wij kennen allemaal onze moeite en zorgen. En zeker ook in deze tijd. We bidden voor iedereen die werkt in de zorg. We bidden voor iedereen die in problemen is gekomen vanwege deze crisis, op zijn of haar werk. We bidden voor alle ZZP'ers die het moeilijk hebben. We bidden voor anderen, Heere God, die thuis met problemen zitten. Welke zorgen het dan ook zijn. En we danken u dat we met alles wat ons bezighoudt bij u mogen komen. En dat u, Heer Jezus, de weg naar de Vader voor ons hebt geopend. Dat we daarin bevrijd mogen zijn. En dankzij onze relatie met u een Vader mogen kennen die voor ons zorgt, die met ons meegaat en die ons kracht wil geven, hoop en toekomst. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en prijzen uw naam, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat stierf voor mij.
I'm